Ook statenlid Stefan Jansen uit Den Haag stapt uit de PVV. Hij gaat als zelfstandig statenlid verder. Hij keert Geert Wilders de rug toe vanwege zijn uitspraken over minder Marokkanen op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Jansen was ook de rechterhand van Wilders. In de Theresiastraat is dinsdagavond een flinke brand ontstaan bij bakkerij Hessing. Niemand raakte gewond, maar de politie ontruimde wel de huizen in de buurt. De brandweer zegt dat de brand in de koelcel is begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. De 8e editie van de Shopping Night vindt voor het eerst plaats op een vrijdag in plaats van een donderdag. Shopping Night valt op 27 juni en het thema is het meisje met de parel, omdat het Mauritshuis heropend wordt. Het museum is tot middernacht gratis te bezoeken.